Um, change. Uh, we leven in een veranderende wereld. Het is uh, overbodig om dat nog te zeggen. Uh, meteen, allee, ik denk dat we een heel mooie inleiding hebben gekregen, uh, die, uh, waar ik graag op, uh, ook op verder ga. De wereld verandert, onze steden veranderen. We worden daar, uh, dat zijn nu hele uh, verre beelden of uh, het lijkt ver van ons bed. Uh, maar onze, onze eigen stad, onze eigen omgeving verandert en ook de manier waarop dat wij samenleven. Uh, we staan voor heel wat uitdagingen. Maar aan de andere kant uh, is het ook nog nooit zo goed geweest. Hè? Dus het, is niet alleen, het gaat niet alleen heel slecht. Er is nog nooit zo weinig armoede geweest, bijvoorbeeld. Uh, mensen gaan in steden wonen, kindersterfte gaat omlaag, heel veel ziektes worden uitgegroeid ofzo. Dus die verandering uh, impliceert niet per se dat alles uh, slecht gaat, in tegendeel. Uh, ik ga vandaag of uh, op, die, op dat kwartiertje eigenlijk uh, dit als rode draad gebruiken. Hoe die verandering ons als jong bureau, Endeavour, uh, ertoe heeft gedwongen of uh, ons er steeds toe dwingt om na te denken over die drie zaken. Ambitie, rol. Een model. En ik ga die drie in uh, voor één uh, toelichten. En wat eigen is aan veranderende samenleving en onze veranderende steden, is dat mensen, uh, of ze nu opgeleid zijn als, uh, als ruimtelijke planners, als stedenbouwkundigen of, of als journalisten, als grafisch vormgevers, je ziet meer en meer mensen zelf een bepaalde rol opnemen in die veranderende steden uh, of in een veranderende maatschappij. Een rol die soms buiten... Je eigen professionele rol gaat. Een voorbeeld daarvan is heel dichtbij is bijvoorbeeld uh, Ringlands, waarbij um, eigenlijk dan staan is een soort activisme of protest of reactie tegen een normale gang van zaken, um, maar waarbij dat je ziet dat men, de mensen die toen die rol hebben opgenomen, die pleiten voor een overkapping van de ring, dat die eigenlijk zeer professioneel aan het worden zijn op den deur en um, een van die uh, mensen is uh, Sippe de Blust, helemaal links. Uh, wij, wij zijn samen Diver begonnen uh, en Seppe is socioloog en ruimtelijke planner en was ook betrokken bij de oprichting van Ringland, dus heeft zo toch dat uh, activisme in zich en was op zoek naar uh, hoe kan ik mij op andere manieren buiten uh, mijn uh, beroep of uh, mijn professioneel leven toch nog meer gaan inzetten uh, voor de samenleving. Uh, in het midden is uh, Tim de Vos. Tim is uh, architect, stedenbouwkundige, sociaal geograaf. En was ook al tijdens zijn doctoraat, toen we elkaar ontmoetten, had hij een, een tool ontwikkeld, Mijn Kijk op de Wijk heette die, waarbij dat een jongere in 2060 liet samen, uh, dus eigenlijk liet, mensen liet rondleiden in de wijk, om, om, om hun wijk te tonen. En op die manier werd de wijk in kaart gebracht, een soort van crowd mapping. Um, om aan te tonen dat ook Tim buiten, dat academische, echt wel uh, in de field bezig was. En uh, ikzelf ben architect van opleiding, maar ook al van, uh, al van, van lang en, en van thuis uit en zo bezig mee straten met Straten-Generaal. Uh, dat is begonnen met het proberen te redden van de bomen, uh, de Japanse kerselaars voor het Museum voor Schone Kunsten, uh, tot uiteindelijk proberen de bomen op de. Leien te redden, wat niet gelukt is of toch niet helemaal, en daar zijn uiteindelijk het hele uh, Oosterwil verhaal uitgerold en zo. Gewoon maar om te zeggen dat wij alle drie eigenlijk los van elkaar al op zoek waren naar hoe kunnen wij uh, in die veranderende uh, stad uh, ook een soort van rol opnemen. En wat dat ons eigenlijk vooral uh, bondt uh, of ver verbindt, is dat we inzagen dat stadsprojecten eigenlijk een enorm potentieel in zich hebben om sociale meerwaarde te creëren. En, dus, uh, het enige probleem dat we zagen, is: van het gebeurt nog te weinig, of men weet niet hoe men dat moet doen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een, een sluiting van de ring of, of, een, uh, uh, of andere grote stadsprojecten. Je kunt daar, mensen kunnen daar gelukkig van worden in, op lange termijn, of, uh, of, of eigenlijk heel ongelukkig van worden. Maar de vraag is hoe. Gaat je daarmee om en hoe kun je die sociale meerwaarde vergroten? Want als je kijkt, aan de ene kant heb je de architect, de planner, de stedenbouwkundige, die heel wat skills in huis heeft om, om op een juiste manier te gaan tekenen en te ontwerpen en te plannen. En aan de andere kant heb je. Sociale professionals, mensen die heel dicht bij mensen staan, die weten wat, wat, wat mensen gelukkig maakt en wat dat welzijn inhoudt en hoe dat leefkwaliteit juist uh, werkt. Maar het probleem is dat die geen ruimtelijke kennis hebben of niet weten hoe ze dat moeten vertalen naar een masterplan bijvoorbeeld. Die uh, ruimtelijke professionals of ontwerpers aan on de andere kant hebben dan niet de tijd maar ook niet de skills om, in, om grondig in dialoog te gaan met mensen. En uh, eigenlijk hebben wij gezegd van laat ons uh, met ons gemengd profiel, zowel dat sociale als dat ruimtelijke, uh, daar middenin gaan staan en die kloof proberen te dichten uh, door juist wel instrumenten te ontwikkelen voor co-creatie, participatie, co-productie. Want net dat is de sleutel uh, voor goede stadsprojecten. En um, als je dan zo echt gaat kijken, nou, ah nee, wat voor rol neemt je dan op en waar positioneert je je? We um, hebben gezegd, dat er zijn heel veel dynamieken die al uh, bij, een, bij een stedelijk project uh, of een masterplan of een wijk die verandert. Er zijn heel veel dynamieken die er al aan vooraf gaan. Dus hoe vroeger dat je erbij bent en dat je, hoe vroeger dat je in dialoog gaat, een soort onderzoek voert door dialoog en omgekeerd een dialoog voert door onderzoek te doen, uh, ga je eigenlijk. Um, minder het effect krijgen dat er een plan wordt gelanceerd waar een reactie op komt, maar dat er stelselmatig een soort uh, plannen gaan groeien die meer gedragen zijn en meer uh, meerwaarde creëren. En dat is heel concreet eigenlijk begonnen met een vraag van, een, van het Damcomité. Dat, dat was uh, een buurtcomité in uh, de wijk Den Dam in Antwerpen die uh, voor gigantisch grote veranderingen stonden in de wijk je ziet hier een aantal zo van uh, de van de ijzerlaan tot de sanering van het Loopbroekdok. Maar vooral. Die grote site waar het slachthuis op staat, waar al jaar en dag allerlei plannen voor zijn en, en men weet niet wat er eigenlijk te gebeuren staat. En de meer specifieke vraag was eigenlijk van, ja, begeleid ons daarin. Wij spreken die taal ook niet. Wij, kunnen wel, wij kennen de wijk heel goed, wij kunnen mensen mobiliseren en, en uh, zeggen wat uh, kwaliteiten zijn of, of, of wat er nog uh, nodig is. Maar wij weten dat niet te vertalen naar dat ruimtelijke of naar een masterplan. En, en ook, allez, wat voor coalitie moeten wij aangaan? met de eigenaars of de stad of zo, om, dat, om dat waar te maken en we zijn daar eigenlijk twee jaar lang in uh, dat was een soort van ja, voor ons ook uh, experiment, uh, dat we met de buurt in dialoog zijn gegaan zowel met de ondernemers, met uh, de buurtbewoners, de parochie, de stad, de eigenaars en dat is een superboeiend traject waarin we onszelf ook hebben uitgevonden, of waarin we constant hebben afgetast. Wat moet die rol zijn die wij opnemen? Moeten wij bijna buurtwerker worden? Of zijn wij, we zijn al te veel zelf aan het ontwerpen. En, en dat heeft ons wel ertoe gedwongen om, om te focussen. En, um, en dat is eigenlijk geresulteerd in een uh, soort, ja, Um, een boek, een, een, een richtlijnen die vanuit de wijk uh, werden meegegeven aan de ontwerpers van het masterplan. Er zijn drie ontwerpers aangeduid om een masterplan te maken voor die slachthuis En die moesten, zoals in een klassiek project eigenlijk, uh, zich verantwoorden voor een jury. Uh, en op basis van het, uh, het programma waar het aan, vol, uh, aan moest voldoen. Maar moest zich ook verantwoorden op die, die krachtlijnen die vanuit de buurt zijn uh, meegegeven. Dus echt uh, de buurt heeft daarin echt een stem gehad en meebepaald hoe dat, uh, dat project eruit uh, zag. En dat is nu in, uh, in ontwerpfase, dat gaat nog heel lang duren. Maar ook uh, dat, is, dat is redelijk uniek dat dat is gebeurd. En er is ook een soort participatie opgezet: dat, dat is dus zowel de stad als de eigenaars, als uh, het buurtcomité en wij samen hebben ondertekend, als een soort commitment om dat te blijven, uh, te blijven doen. Um, toen, uh, het is een klein beetje in historiek, we zijn zo met drie begonnen en we hebben onszelf beginnen uitvinden in dat project Dam, uh, wat wij helemaal gratis deden natuurlijk, want een buurtcomité heeft geen geld en dat hoefde ook niet voor ons, maar uh, eigenlijk dachten we van, maar er, het is misschien wel meer dan gewoon een soort van activisme of een rol die we opnemen. Misschien kan dit wel een bedrijf of zo zijn of moeten we een, een organisatie worden of een, uh, een soort collectief en we hebben dan een soort van beslissing genomen, wij willen wel een spelen of zo met drie uh, en uh, dan wordt eigenlijk toegedwongen om een soort keuze te maken van uh, which side are you on eigenlijk van, ben, ben je aan de Word je vooral gedreven door de winst die je wilt maken? Wat absoluut geen probleem is, maar dat is een heel specifieke of duidelijke keuze die je maakt. Uh, of word je gedreven door een bepaalde missie die je hebt en ga je alles eraan doen om die missie te, uh, na te streven? En dan zie je zo aan de hele de extreme profitkant, heb je gewoon een bedrijf dat zegt we gaan er alles aan doen om winst te maken, no matter what. Maar als je meer richting de, de non-profit. Je ziet dat bedrijven die bijvoorbeeld heel veel maatschappelijk verantwoord ondernemen doen, en die al bewuster zijn, maar wel steeds in functie van de winst die ze willen maken. Terwijl als je aan de andere kant kijkt, je de, een de, de, de VZW zijn die ondersteund wordt door de Koning Boudewijn Stichting ofzo, dat is een model dat perfect klopt voor bepaalde uh, initiatieven, maar je ziet hoe langer hoe meer ook, uh, dat soort gesubsidieerde initiatieven opschuiven naar de impact-first-zone. Okay, impact komt op de eerste plaats, maar we gaan ervoor zorgen dat er een model onder zit, een, een businessmodel om, uh, dat, om dat waar te maken. En wij, ik denk dat wij van begin de keuze hebben gemaakt, van, uh, dat is eigenlijk waar dat we willen zitten. Het verschil tussen die twee is dat elke euro die je krijgt, aan uh, steun of sponsoring, uh, die, die moet je het jaar erna eigenlijk opnieuw gaan vragen. Terwijl een impact-first onderneming gaat er eigenlijk vanuit dat je elke euro die geïnvesteerd wordt, dat je die elk jaar opnieuw gaat terugverdienen en, en meer gaat doen opbrengen. En dan moeten we zo business model uh, oefeningen doen en zo. En, en, en dit was zo het model dat wij naar hebben gekeken, omdat daar impact centraal staat. En dat is niet, dat is niet onbelangrijk, maar dat wil zeggen dat elk onderdeel van uw onderneming, of in uw gauw voor uw klantenrelatie, of uw revenue of uw um uh, of uw communicatiekanalen die moeten allemaal wel uh, die mogen niet haaks staan op de impact die je wilt hebben en daar is een soort model uitgegroeid het is dat heel, uh, heel rudimentair maar uh, we, we hebben gemerkt dat door proactief dat project op de dam te doen door, door te reageren op verandering uh, dat we eigenlijk heel veel kennis hebben opgedaan of, of, of ervaring hebben opgedaan die we dan weer konden gebruiken of waardoor dat we referentieprojecten hadden, waardoor dat we betalende opdrachten voor overheden zijn beginnen doen. Um, en, en, en dat is een soort van nou, vicieuze cirkel um, die de core van onze activiteiten eigenlijk uh, omvat. En... Ja, zo, zo gezegd, zo gedaan. We hebben in de laatste twee jaar uh, heel wat projecten uh, gedaan. Bijvoorbeeld in Gent, de meulenstede een, um, een, een fantastische wijk eigenlijk die met z'n allen een subsidie hebben binnengehaald van de Vlaamse overheid om een bureau aan te stellen dat wij dan zijn geworden, samen met ABB, uh, om uh, samen, ja, samen met de wijk een visie te vormen, een toekomstvisie over de wijk. Dus een plan zonder een plan. Maar echt gewoon over wat moet hier gaan. De wereld verandert, het klimaat verandert, onze manier van uh, wonen verandert. Ja, hoe gaan wij er als wijk een soort van roadmap uh, voor maken? En we hebben daar, dat is echt procesbegeleiding, dat is co-creatie. En dat is echt een van de dingen die we uh, uh, heel, heel graag doen en die heel boeiend zijn. Dat is uh, nog niet zo lang geleden in de kerk in Maaidenmeulenstede. We hebben de resultaten van die studie, of een deel... Allee, soort um, tussentijdse resultaten, gepresenteerd. En we werken nu richting een uh, soort van productiehuis of een uh, soort van wijkontwikkelingsbedrijf. waarin in het begin de stad uh, en, en een aantal uh, stadsdiensten een grotere rol hebben en voor middelen en kennis gaan zorgen. Uh, maar ook de wijk in participeert. En dat die verhouding gaat stel, hoe langer hoe meer veranderen, waardoor dat de wijk op den duur een soort eigen uh, projectbureau heeft om projecten aan te jagen en uh, te gaan organiseren. Een heel ander type project is, uh, is, is Genk uh, in Sledderlo, waar dat al zeven jaar lang een masterplan klaar ligt om drie kernen, uh, drie woonkernen te verbinden met elkaar uh, door nieuwe, uh, nieuwe woningen echt uh, heel letterlijk te, te plannen, maar er is eigenlijk geen enkele ontwikkelaar die dat die dat wil doen of die, die de waarde daarvan inziet. Dus uh, zijn wij daar nu twee jaar actief, samen met Space and Matter, uh, een Nederlands Bureau, om dat masterplan te activeren door interventies te doen, door heel specifiek uh, dingen te gaan uittesten uh, met ondernemers uit de wijk bijvoorbeeld. Die, deze, dat is de eerste installatie die we doen, die opent morgen. In Genk. Uh, en Dat is eigenlijk om, om mensen de kans te geven, er worden workshops gegeven met kinderen en, uh, en, en volwassenen ook. En eigenlijk vanuit die toren beseft je pas, of ziet je pas, hoe, uh, hoe fantastisch dat dat bospark is dat die drie uh, woonkernen verbindt. Bijvoorbeeld uh, Een ander type opdracht, een, een andere studie die we hebben gedaan, was er, is dat hier in Antwerpen, voor de stad Antwerpen, we hebben een soort uh, drie handleidingen gemaakt samen met ambtenaars uit verschillende diensten over de problematiek van ruimtelijke veiligheid. Dus van, hoe ga je daarmee om? En uh, Ik ga daar niet te, te diep op ingaan, maar uh, we hebben een soort een methode voorgesteld die ook wat creativiteit vraagt of schetsen vraagt. Eigenlijk gaan een soort ruimtelijke schets maken in dialoog met, met buurtbewoners, met gebruikers van een bepaalde plek. En door dat te mappen en terug te koppelen via een aantal workshops, kom je tot heel interessante inzichten en resultaten uh, die meegenomen kunnen worden, bijvoorbeeld bij het ontwerpen van dit soort, uh, dit soort ruimtes. En dan, ik weet niet hoeveel tijd ik. Uh, Oké. Okay. Um, ja, ja, dat gaat. En dan um, ja, was er vorige zomer ineens uh, zo'n. Uh, waren bezig, projecten aan het doen en ineens kwam er zo de, het bericht van de Audan, de politietoren hier in Antwerpen, is te koop. En uh, onze eerste reactie was van, oké, okay, als, als wij met z'n allen zoveel oppervlakte en zoveel geld leggen, oh, dan hebben we hem. En, en dat is dan een grapje begonnen op een vrijdagavond. Uh, en er kwamen zo wat mensen, pintjes drinken bij ons op het bureau. En dat werd zo, uh, een Facebookgroep, hè, van kom we kopen samen de houdaan. En eigenlijk is daar een uh, gigantische uh, reactie, of gigantisch veel reactie op gekomen. Zowel van mensen die dat likten, die ideeën begonnen te geven. Zeiden: oké, okay, misschien moeten je een stadslandbouw doen daar. Of uh, allerlei ideeën. En, um, maar ook projectontwikkelaars die ons opbelden. En zeiden: fantastische uh, uh, marketingstunts die jullie doen. Uh, zullen wij betalen? Doe de gulligom en voort. En dachten wij: <laughs> ja, misschien is dat. Is dat niet het model? En ze is gaan nadenken: je komt er nu dat zoveel mensen erop springen op dat gebouw dat iedereen tot dan toe altijd lelijk vond? En, uh, en eigenlijk is het een soort van reactie op het feit dat dit soort gebouwen, dat uiteindelijk modernistisch erfgoed is, is een prachtig gebouw eigenlijk van Renat Bram, uh, zomaar te koop worden gezet zonder dat er op die manier eigenlijk een garantie wordt gegeven aan ja, wat, wat ermee gaat gebeuren. Het is een. Het is een knap gebouw, het is heel veel oppervlak, het is in het centrum van de stad Antwerpen. En um, met dat de stad uh, zegt dat ja, het is voor de hoogste bieder is, is er geen garantie dat die hoogste bieder daar ook iets mee gaat doen, dat de meerwaarde vormt voor uh, de wijk. En um, ze hebben nu op, uh, ja, we, zijn, we hebben daar uh, echt actie rond ondernomen. De Vlaams bouwmeester heeft ons gesteund of steunt ons voor dat onderzoek. En uh, het is een hele coalitie geworden van uh, architectenbureaus tot webdesigners en uh, projectontwikkelaars. En het is nu, uh, de situatie nu is dat het bot blijft uitgesteld worden. Dus, dus op 6 september moet er een bot gedaan worden. Uh, dat we dat gaan doen. Dat we een bot gaan doen. Uh, ten tweede, dat we ook gewoon een businessmodel hebben ontwikkeld waarin dat we door... Lage renovatiekosten door het gebouw bijna te nemen zoals het is. Ook betaalbare oppervlakte kunnen aanbieden, want het is, het, is geen, het is echt een kantoorgebouw, en we gaan dat ook zo houden. En um, betaalbare oppervlakte kunnen aanbieden voor initiatieven die normaal geen plek krijgen in de stad of gemakkelijker worden um, naar de rand van de stad geduwd. Uh, en dan bedoel ik heel concreet. Uh, van, dus je hebt overal start-up plekken en um, ja Misschien hé, wat gebeurt er na dat je een start-up bent, als je dat ontgroeit, als je een scale-up bent, als je met vijftig mensen. Maar je wilt wel in de stad blijven, je wilt niet per se naar Contig of zo gaan, omdat je zo groot bent. Maar even het is in het modekwartier. Er zijn uh, heel wat modestudenten die afstuderen en niet direct hun plek vinden in, in de klassieke uh, incubators of zo, uh, die uh, heel geïnteresseerd zijn om, om mee die oud te gaan innemen. Maar dat gaat even over socioculturele, lokale uh, organisaties. En, dus wat we eigenlijk willen zeggen is: we kunnen die niet alleen kopen, we kunnen ook veel meer garantie bieden door het businessmodel dat we hebben ontwikkeld, omdat daar gedurende 50 jaar, de komende 50 jaar, iets goed mee gaat gebeuren. En um, volgende week gaan we onze nieuwe website lanceren, die, um, waarop dat je ook kunt zien. In, gevisualiseerd hoe het er zou kunnen uitzien, en dat je zelfs kunt zeggen: Van ik wil, uh, ik wil dat plekje. En uh, er gaan een dertigtal quotes op staan van mensen uit het Antwerpse, die allemaal uh, zeggen: Van ja, ik, uh, mensen of organisaties of bedrijven, die zeggen: Als dit project doorgaat, dan doen wij sowieso uh, mee. Dus uh, om af te sluiten die verandering of die change denk ik dat bij ons wel centraal staat, een soort van aandrijver is om, uh, of ons ertoe heeft geleid om, uh, om onszelf uit te vinden en ik denk dat soort projecten zoals een oud-Dan is eigenlijk terug, zoals die een dam in het begin. Dat is een gratis project. Dat is een soort reactie op verandering, op een fenomeen dat uh, erfgoed gewoon te koop wordt gesteld. Maar het is wel met, met u daarop te gooien als bureau, een coalitie te vormen, uh, dat je heel veel ervaring en, en kennis op doet, die dan weer op een andere manier uh, uh, terugkomt. Dus in die zin. Ik denk ik dat change bij ons belangrijk is of een driver is, is dat houdt ons scherp en dat dacht ons uit om zelf gewoon op zoek te gaan naar interessante opdrachten. Voilà.